Hallo, goedenavond. Welkom bij Studio Light. We gaan weer live. Ik zie langzaam iedereen naar binnen komen. Ik had toen net ook geoefend even. Kijken of het beeld weer scherp is natuurlijk. En dan heb ik toch, zie ik als ik mezelf zie, een vertraging van 30 seconden. Dus vandaar dat ik nog heel even wacht. Dan kan iedereen even binnenkomen. Gezellig, pak er wat lekkers bij. We gaan weer een lekker avondkliedertje. Lekker kliederen. En daar komen ze al binnen. Gezellig. Ja, jullie zitten er weer klaar voor. We gaan zo van start dat iedereen heeft het gevonden. En dan kunnen we gaan beginnen. Vanavond vind ik eigenlijk heel erg leuk. Ik heb een paar weken terug, ik weet niet meer precies wanneer, heb ik deze creatie geplaatst op Facebook. En jeetje, wat een reacties kreeg ik daarop. Niet alleen maar via Facebook onder de foto die ik had geplaatst, maar ook gewoon echt pb'tjes met verzoeken van, ga je er workshops mee doen? Dit wil ik ook graag leren. Hoe heb je dat nou gedaan? Ja, workshops, dat doe ik op dit moment gewoon nog niet. Dat vind ik nog niet veilig genoeg. En er kwam iets heel leuks natuurlijk weer naar boven, waardoor dat ik dacht, dit ga ik gewoon live doen. En waarom? Het is echt mijn lievelingsstencil. Dit is het stencil uit de Just Look collectie. Ik heb die ook hieronder liggen. En die was toen die uitkwam, een paar maanden bijna terug, was dat zo'n ontzettende... dat ging gewoon, dat liep als zoete broodjes over de toonbank. Het was gewoon echt een hit. Dus dit stencil was binnen een mum van tijd uitverkocht. En daar hebben we echt heel veel vragen over gehad. Van, ja, hoe kom ik daar nou weer aan? Nou, heel goed nieuws. Het ligt gewoon vanaf nu weer in de winkel. Dus dit is echt zo'n veelzijdig stencil. Dat mag je gewoon eigenlijk niet missen in je collectie. Maar dan kwam natuurlijk de vraag, toen jullie dit hebben gezien, hoe heb je dit dan gemaakt? Even hallo allemaal. Ik ga niemand bij naam noemen, want dan mis ik dadelijk iemand en dat wil ik niet. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie allemaal kijken. Dus ik zeg gewoon in het algemeen hallo allemaal. Dus nou is de vraag, hoe maak je dit? En eigenlijk is dit hartstikke makkelijk. En als ik heb laten zien hoe je dit maakt, dan kan je ook zien hoe we een heleboel andere voorbeelden die al veel eerder op Facebook hebben gestaan, gemaakt hebben. Door gewoon dezelfde techniek toe te passen. Alleen dan niet dat geklieder waar ik nu mee ga beginnen, dat gaat dan niet meer vooraf. Nou, ik heb dit gedaan met alcoholinkt, dat mag duidelijk zijn. Ik heb ze hier ook al staan, ik trek ze een heel klein beetje naar voren. En deze twee creaties, ik zal ze kijken of jullie ze zo in beeld zien, of dat ik ze maar een beetje overlap, heb ik alle twee gemaakt op Jupo-papier met alcoholinkt. En Jupo-papier is, ik pak het er even bij, is een soort plastic papier. En daar werkt, vind ik, daar werkt het gewoon heel erg mooi op. Daar krijg je ontzettende heldere kleuren op. En ja, ik vind het gewoon heel erg gaaf. Er is één ding waar ik niet zo dol van ben op Jupo-papier. En dat is dat als je het gedaan hebt en je zou snel door willen, dat je gaat feunen. Daar is het niet zo'n fan van, want het is en blijft natuurlijk plastic. En als dat wat plastic in zit, dan kan het ook smelten. Dus dat moeten we niet hebben. Maar lang genoeg gepraat. Deze leg ik aan de kant. Die gaan we nou maken, of in ieder geval één. En dan gebruiken we dan dit prachtige stencil van Just Lou. Dus dat ligt nu weer in de winkel. Dus ja, ik zou er niet te lang mee wachten als je het nog niet hebt. Omdat we lekker gaan kliederen met alcoholinkt, leg ik er eerst, met al die flesjes, dat we daar nog aan kunnen, even keukenrol op. Dan hoef ik dadelijk niet zoveel schoon te maken, omdat we dan ook door kunnen met andere dingen. Ik pak natuurlijk mijn Jupo-papier. Die heb ik al gesneden in een vierkant van 21 bij 21. En ik heb het stencil nodig. Dat stencil, dat wil ik dadelijk hierop hebben liggen. Als dat stencil hierop ligt, ga ik de alcoholinkt daarop doen. Ik ga die ook alvast opendraaien. Dan hebben we die klaarstaan voor gebruik. Maar als je nu goed kijkt, ik weet eigenlijk even niet, ik moet sowieso iets naar boven, zie ik al. Dat had ik niet goed gedaan.
Ik weet niet of jullie dat zien, maar nu ligt dat stencil. Kan ik er eigenlijk nog op sommige stukjes even onderdoor kijken. Dus hij staat een beetje omhoog hier en daar. Nou, dat komt natuurlijk omdat dit een stencil is wat ontzettend fijntjes is. Dus er zitten een heleboel tierlatijntjes aan. Maar dat gaan we een beetje veranderen. Dus dat we daar geen last meer van hebben. En je kan natuurlijk je kan hem gaan vastplakken met tape. Maar als ik dan alcoholinkt erop ga doen, dan daar waar die tape zit, heb ik geen alcoholinkt. Ik kan mijn magneetplaat gebruiken, zet ik hem ook vast. Maar ja, daar waar de magneetjes zitten, heb ik geen alcoholinkt. Dus ik doe wat anders. Er is op de markt van Cadence is stencilspray. Dat is ontzettend handig. Dat spray je op je stencil. En dan krijgt je stencil een soort plaklaag. Maar dat kan je er altijd weer vanaf halen. Dus eigenlijk een beetje wat op die post-it zit. Je plakt het erop en je haalt het weer vanaf. En je plakt het weer erop en je haalt het er weer vanaf. Dus dat is heel handig. Ik ga even een beetje shaken. En dan ga ik dit schudden. Even buiten beeld. Dus wat lawaai. Normaal spuit ik dat in een kartonnen doosje. Maar dan moet ik opstaan. Dus nu spuit ik dat gewoon hier. Even. Dus dat wordt straks ruimen. Dus ik wil dat even buiten beeld. Anders plakt mijn hele keukenrol. Dus ik leg mijn jupo-papier weer terug. En deze kant die is ook nu iets doffer. Als ik daar nu op, als ik dat aanraak, dan plakt dat een beetje. Dus die ga ik nu erop leggen. Daar waar ik hem wil. En dan duw ik hem aan. Ik pak nog even een beetje keukenrol. Want ik heb naast het stencil ook even mijn handen mee gespoten. En nu duw ik dat allemaal aan. En nu zit hij gewoon vast. Dus ook als ik hem optil, huppakee, hij valt er niet meer vanaf. Ik vind dat gewoon heel, heel handig. Nou, hier heb ik eentje een beetje scheef. Maar dat komt gewoon omdat ik dat stencil ontzettend vaak heb gebruikt. Nou. Wat doe ik dan? Ik heb de spuitflesje. Daar heb ik gewoon alcohol in gedaan. En dan gebruik ik de grote flessen met 96% alcohol. Nou, die krijg je bijvoorbeeld bij die Chinese winkeltjes of zo. Dat is helemaal niet duur, maar wel ontzettend handig om mee te werken als je ook met alcoholinkt werkt. Ik spuit een heel klein beetje op mijn jupo-papier. En dan ga ik beginnen met de kleurtjes. Ik heb nu 4 kleurtjes uitgezocht en nu spiek ik even op mijn spiekbriefje naast me. Ik heb Mermaid, Seal Boat Blue, Purple Twilight en Indigo. Dat zet ik straks ook onder de post, dus dat hoef je allemaal nu niet mee te schrijven. Nou, en dan ga ik gewoon echt heerlijk kliederen. Waar is die spray te koop? Gewoon bij de hobbywinkels. Die ook cadensverf en zo verkopen, dus dat zijn er denk ik heel wat. En ik ga nu echt gewoon, waar ik nu weer wat wit zie, uppakee, even ook wat paars. Ik gebruik even de gewone termen. Ik ga niet al die namen, dan moet ik de hele tijd spieken, want ik ben niet zo goed in namen onthouden. Uppakee, de volgende kleur ertussen. En dat doe ik echt, ja, ik klieder nu gewoon erop los. Eigenlijk gewoon heerlijk. En je denkt, die spuit er misschien heel veel op, maar dat valt wel mee. Want die flesjes, die hebben maar een heel dun, heel fijn tuitje. Dus dat valt eigenlijk wel mee. En nu even nog de donkere kleur. En dat doen we het ook erop. Dan heb ik best al veel bedekt. Ik wil toch nog wat meer paars. Dus die kleur pak ik even terug. Huppakee, dan gaan we naar de paars. En nu ben ik echt wel klaar met kliederen. Nu wil ik het eigenlijk al iets gaan verfijnen. Nou, wat ik dan bijvoorbeeld ga doen. Ik heb een oud flesje. Ik heb geen idee wat erin heeft gezeten. Maar daar heb ik ook gewoon die alcohol in gedaan wat ik toen net liet zien. Het voordeel hiervan is dat ik heel makkelijk rondjes daarmee kan maken. En als je de vorige lijst hebt gezien, dan weet je dat ik dat best wel leuk vind. Dus ik ga bijvoorbeeld op de plekken waar het stencil niet zit, laat ik al wat
druppeltjes vallen. En je ziet al dat er nu van alles gebeurt. Dan pak ik een andere kleur. En dan ga ik waar ik net die alcohol in heb laten vallen, ga ik nou een druppeltje inkt in laten vallen. En weer gaat het werken. En ik pak ook de groen. Kijk, uppakee, en het loopt. En ik laat de alcohol het werk doen. Het is loslaten, het wordt wat het wordt. Hier nog wat wit, dus daar laat ik nog even wat druppeltjes zo vallen. En dan laten we het gewoon, ja, eigenlijk los en wachten wat die inkt allemaal doet. En als ik toch vind, want je kan blijven spelen, dat ik het daar toch wat donkerder wil, dan gooi ik gewoon wat bij. En nog wat paars. En dan is je eerste stap eigenlijk klaar. Ik ga mijn flesjes wel even dichtdraaien. Oh, er had iemand een aankoopverbod. Ja, dat werkt niet als je veel op Facebook zit. Oh, we hebben toch zoveel leuke spullen komen dan voorbij. Oké, dan hebben we stap 1 klaar. Wat gaat er nou gebeuren? Eigenlijk niets. Wat ik net al zei, het is, we werken op Jupo, dus eigenlijk plastic. Dus dit drogen met de heat tool, dat wil ik niet. Ik wil het echt aan de lucht laten drogen. Dus ik leg dat aan de kant en ik laat de lucht het werk doen. Dus deze ga ik verplaatsen. Huppakee. Maar, dat is natuurlijk niet zo interessant voor jullie. Want als we nou, ja, we kunnen natuurlijk wel een half uur gaan kletsen, maar het wordt zo'n eenrichtingsverkeer. Want jullie horen mij, maar ik hoor jullie niet. Dus ik heb deze voorgemaakt. Even kijken of ik hem weer in beeld leg. En deze is opgedroogd van vanmiddag. Die ligt erop. Kijk, daar zit die kleef nog achter. Ik kan het er gewoon van afpakken, maar dat doe ik nu niet. Want ik wil hem er nog even op laten zitten. Want nu kan ik al gaan beginnen met het versieren ervan. Of eigenlijk het versieren. Ik wil dat dat stencil ook dadelijk echt eruit gaat knallen. Dat zag je ook bij het voorbeeld. Dat heb ik met wit gedaan. Ik heb daarvoor gebruikt de Unibal, de Signo Unibal. Die vind ik zelf heel erg fijn. En waarom wil ik nu dat dit echt droog is? Dat het echt een paar uur ligt te drogen. Omdat als ik dan met die Signo er overheen ga, dan is het wit ook wit. Het moment dat die alcoholinkt nog iets nat is, dan trekt die inkt in de inkt, de witte inkt van de pen. En die wordt die inkt minder mooi. Daar kan je voor kiezen, als je dat wil, dat dat minder hard wordt. Dan ga je er gewoon eerder mee aan de slag. Kijk maar hier. Hier heb ik een soort galaxy achtergrond gemaakt. En daar ben ik eerder gaan kleuren. En dat wit is dus minder hard dan wat je nu al ziet op mijn voorbeeld. Of op dit voorbeeld wat ik gemaakt heb. Dus hier was die helemaal droog. Dus pak die pen in één keer. Is wit echt wit. Hier was die iets meer nat. Daar heeft die pen ook gepakt. Maar heeft het iets van de paarse opgenomen. Dus dat is precies, ja, wat je eigenlijk voor een effect wilt krijgen. Op het moment als we nu, als je dit nu zit te doen. En het is nog iets nat. En zeker die randjes, als je kijkt waar de inkt normaal loopt, dan daar waar dat dik is, waar de inkt tegen elkaar aan heeft gelopen, is dat wat dikker. En dan blijft dat ook wat langer nat. Nou, dan kan je een soort, ik heb het hier in het zilver, een zilverfolie kan je dan pakken. Dat leg je met de goede kant, dus de kant die je ook wil zien, leg je naar boven. Dat leg je dan erop, dat wrijf je. En dan blijft dat daar plakken, dat zilver, waar het nog iets nat was. Dat zie je ook. Dat heb ik op een paar plekjes gedaan. En dan krijg je meteen dat zilver. Ik heb hier voor zilver gekozen, omdat dit natuurlijk koude kleuren zijn. En dat vind ik dan mooier om dat met zilver te doen.
Kira, hoe bewaar jij je voorbeelden die je maakt? Ik stuur heel veel op. Ik heb nu ook weer een doos voor iemand klaargemaakt. Zij is trouwens aan het kijken, zag ik net. Nou, die doos zet ik morgen af. En dan is het toch leuk om daar een kaartje bij te doen. Dus ik geef gewoon heel veel af. Dan heb ik wel dingen die ik zeg van, ja, dat wil ik voor mezelf bewaren. Nu ben ik echt veel aan het kletsen. Krijg ik toch zo'n kletsenuitzending. En die plak ik dan mooi in mijn art journal. Die heb ik nou niet hier bij de hand. Dat zal ik de volgende keer eens laten zien. Of misschien dat volgende live, want volgende week is Marianne aan de beurt. En die krijgt, dat wordt ook echt een hele gave live. Dat is ook echt op verzoek van jullie. Dat is gewoon prachtig dat jullie dat doen. Gaat zij met de jellyplates, maar dan met twee maten jellyplates over elkaar werken. En Marianne bewaart ook heel veel in haar art journal. Dat ziet gewoon prachtig uit. Om dat in te bewaren, maar ook om iemand te laten zien en om mee te nemen. Dus als je veel demo's geeft of je wil het gewoon aan je vriendin, als je een knutselclubje of zo hebt, is dat gewoon heel erg leuk om mee te nemen. Gewoon heel handig. En het gaat natuurlijk daarin niet kreuken of zo. Hè? Het gaat niet stuk, niet kreuken, noem maar op. Nou, wat ik dan doe, want onder het kletsen, ik moet natuurlijk wel een beetje bij de les blijven bij dit project. Ga ik gewoon eigenlijk alles natekenen. Dus je ziet, ik ben hier de contouren aan het tekenen. Maar dan ga ik ook gewoon echt de binnenkant van het stencil trek ik helemaal na. Huppakee. Gewoon alles. Ik ga even één stukje voordoen. Dan heb ik hier de kleinere ingangen. Daar ga ik in en dan maak ik helemaal wit. Hoppakee. En dan kleuren we dat gewoon wit. Oké, maar die is lekker droog, dus dat wit is echt wit. En dat is ook wat ik met deze kleuren, wat ik graag wilde bereiken. Nou, en dat ga ik echt doen. En dit is inderdaad totaal niet moeilijk. Maar het is, ik vind het heerlijk. Want als je een paar van die stencils hebt, en dan doe je dat even lekker. Want als je met alcohol in het kliederen bent, of net met je jellyplate of zo, is dat natuurlijk heerlijk om er een aantal achter elkaar te maken. En dan als je dan een keer tijd hebt of het is lekker weer, dan neem je dat lekker mee naar buiten. En dan kan je dan heerlijk gaan doodelen. Dus zo ga je dan die plaat helemaal afmaken. Nou, dat vond ik niet zo interessant om dat een half uur te gaan doen. Dus we gaan naar nummer 3. Dus ik heb er nog één voor gemaakt. Nu kan ook dit weg. Daar hoeven jullie niet naar te kijken. Dus hier heb ik dit al gedaan. Nu kan je hem. Nu heb ik eigenlijk alleen maar de contouren en de openingen van het stencil. En nu ga ik er zelf nog wat meer mee doen. Dus ik kan ook zeggen, hier zit een bolletje. En die bolletjes die trek ik door. En dat doe ik dan ook op alle punten. En dan, ik draai wel graag met mijn werk. Dat is gewoon een heel stuk makkelijker werken. Dus dat je niet boven je macht of dat je je arm in een rare houding moet doen, kan je beter met je werk draaien. En dat kan je op een heleboel plekken gaan doen. Dus als ik zeg van ik wil ook hier in die rand, nou, dan zet ik meestal op twee punten die overal komen. En dan kan ik ze ook veel beter het midden aangeven. Dus dan zou ik dit overal kunnen gaan doen. Zo. Ja, dus die zou je dan ook helemaal rondom kunnen maken. Nou, dan vind ik het hier. Dan denk ik, oké, willen we hier nog iets mee? Ik zou bijvoorbeeld hier overal twee stipjes in kunnen zetten. En dat is maar net wat jij mooi vindt. Tot op een gegeven moment dat je denkt, ja, nu is het voor mij mooi genoeg geweest. Wat ik ook altijd leuk vind, als je weer gaat kijken naar die lijnen waar de inkten tegen elkaar aan zijn gekomen. Dat is bij iedere creatie anders, hè? Dat gebeurt zoals het gebeurt. Daar kan je natuurlijk ook heel erg leuk die draaiingen, de figuren wat het gemaakt heeft in je inkt, kan je natuurlijk ook accentueren met wat stipjes
Of streepjes, of wat je ook maar leuk vindt. En zo blijf je daarmee spelen totdat je denkt, hey, oké, nou ben ik tevreden. En dan zeggen we vooral niks meer eraan doen. Althans, aan de basisplaat, want we zijn nog niet klaar. Want wat ik de reacties die ik kreeg bij jullie, wat ik trouwens ontzettend leuk vind als we reacties krijgen. Dat is gewoon heel mooi en leuk om te lezen. En daar ga je ook wel eens van blozen. Is dat jullie zeiden, ja, die bloem die je daarop hebt gemaakt, die knalt er zo uit. En dat klopt als je iets licht kleurt en je legt dat op donker. Dus ik heb deze natuurlijk wel voorgekleurd. En ik ga dat op donker leggen, dan springt dat veel meer eruit. Even kijken, heb je hier een speciale witte pen voor? Ja, ik heb hier inderdaad de Unibal voor. Dat zei ik toen net ook. Dat vind ik gewoon heel fijn. Die geeft heel prettig inkt af. Werkt ook op ontzettend veel ondergronden. En is echt wit. Gelpen kan het absoluut ook mee, maar is minder wit dan deze. Dus ja, dit is maar net wat je zelf mooi vindt en ook wat je thuis hebt. En ga daar gewoon lekker mee aan de slag. En op een gegeven moment dan merk je wel van oké, ik wil hem toch witter. Dus ik ga met de Unibal werken. Of misschien met een Posca. Zeker die Posca's met die hele fijne punt, die werken hier ook erg goed voor. Maar ja, zelf omdat dit een rolpen is, vind ik gewoon heerlijk. Zonder weerstand rolt het gewoon over je werk mee. Nou, de bloemen, die had ik ook al gekleurd op deze, dus op licht. En waarmee heb ik dat gekleurd? Dat laat ik straks zien. Dat heb ik met intense potloden gekleurd. En dat is een heel mooi potlood. En daar kan je ook van alles mee. Het is een waterpotlood, maar dan weer permanent. En ja, oké, komen we dadelijk op. Maar zo maak ik die creatie dan af. En ik heb hem hier nu even zo neergelegd. Maar heel vaak vind ik, zeker bij een mandala, dat midden dan weer heel mooi. Dus dan wil ik dat niet bedekt hebben. Dus dan ga ik hem gewoon anders leggen, dat er toch uitspringt. En dan nog een tekst erop. We zullen het maar niet op de kop doen, want dat staat ook al zo raar. En zo ga ik dan zorgen dat zo'n creatie eigenlijk deze creatie wordt. Dus moeilijk is het absoluut niet. Maar wel heel erg leuk. En waar ik dit nog mee gedaan heb, maar dat heb ik ophangen en ik kwam er niet aan en ik ben alleen thuis, dus ik kon het ook niet vragen, kan je me dat van de muur afhalen? Wat ook zo leuk is deze techniek, als je heel mooi designpapier hebt, leg je je mandala gewoon erop en dan ga je gewoon ook weer met je gelpen of met je Unibal of een ander kleurtje wat mooi past bij je designpapier wat je hebt, dan ga je het ook gewoon doodelen. En dat is gewoon heerlijk. Dat kan je gewoon lekker doen. Je kan iets meenemen. Je hoeft er geen troep voor te maken. Gewoon heerlijk ontspannen. Dus dit is eigenlijk wat ik jullie wilde laten zien. Maar ja, daar gaan we natuurlijk niet mee stoppen. We gaan natuurlijk nog andere dingen doen. Want ik heb al eens vaker gezegd, het is natuurlijk hartstikke leuk als je met al deze kliederdingen werkt. Maar ik heb een ontzettende hekel aan schoonmaken. En als we dit zouden schoonmaken in een sorbobadje, is dat absoluut een gemiste kans. Wat doe ik nou? Ik moet nu even bukken, want ik heb hier echt alles om me heen uitgesteld. Ik pak even het projectje waar we toen net mee zijn begonnen. En van dit projectje kan ik ook dit zo maken. En ik hoop dat een aantal nu denken van, oh, hoe heb je dat gedaan? Want vanuit dat, met het schoonmaken, worden dit afdrukken. Want het schoonmaken is leuk, maar dat gaan we natuurlijk wel super efficiënt doen. Dit ruimen we even op. Ik pak dat stencil er vanaf. Het is nog niet droog, hè? Ik pak het nu te snel er vanaf. We waren nog niet een uurtje verder. Maar dat doe ik gewoon om nu verder te kunnen. En dan ga ik papier pakken. Ik pak zowel Jupo-papier. Ik pak ook gewoon mixed media papier of aquarelpapier. Dat maakt niet uit. Maar wat ik ga doen, ik pak mijn flesje er weer bij.
Daar zit gewoon die alcohol in. Die alcohol van 96% de fles wat ik jullie liet zien. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien. Ik denk het haast niet, want voor mij is het al heel slecht te zien. Maar hier zit natuurlijk nu inkt op. Dus wat ga ik doen? Ik spuit alcohol op mijn stencil. Ik pak een papiertje. Leg mijn stencil erop. Pak een keukenrolletje. Leg dat eroverheen. En ik wrijf. Dat klopt. Het loopt iets, wat we toen net gedaan hebben, loopt die alcoholinkt iets onder het stencil door. Maar het is lichter. Sorry. En omdat we het highlighten met een witte pen, zie je dat, wordt het alleen maar mooier. Dan haal ik het er vanaf. Als ik nu vind dat ik daar nog niet genoeg inkt heb, dan sprits ik gewoon iets bij. Ik wrijf weer. En ik heb een afdruk. Dus niks schoonmaken. Een afdruk. Gewoon vanuit het stencil wat je al had liggen. Ik pak jupoepapier. Krijg je een heel ander effect. Er zit nog genoeg alcohol op. Dus ik ga weer spritsen. Ik doe dat even een beetje buiten beeld. Ik leg het op mijn papiertje. Ik pak mijn keukenrolletje weer. Ik wrijf. En we gaan weer wachten even wat het resultaat wordt. Is ook altijd spannend. Ja, daar wil ik nog wat meer. Oh, daar heb ik iets te veel. Nee, die wordt toch mooi. Ja. Kijk, hier zie je nou zelfs dat door die alcohol, dat je gewoon ook dat paars dat je erdoor ziet. En ook dit, als ik dat ga maken, dan leg ik het stencil weer terug en dan ga ik weer lekker doedelen. Dus dan krijg je zo'n ontzettend mooie effecten mee. En ook, jullie weten, misschien als je die andere live hebt gezien, dat dunne papier, je eigen rijstpeper maken, broodzakjespapier. Oftewel, dit zit gewoon als je nieuwe schoenen koopt. Dan zitten daar heel vaak je schoenen zitten daarin. Gewikkeld, niet meer weggooien. Even een beetje recht strijken. En we kunnen het gewoon gebruiken voor onze mixed media projecten. Eens even kijken, want dit is al de derde afdruk wat ik hiermee doe. Hoe dit wordt. Kijk, op een gegeven moment is de alcohol ook er vanaf. Dan krijg je natuurlijk niet meer zo'n mooie afdruk. Maar ik vind dat altijd wel super leuk om te doen. Kijk, ja, kijk, het alcohol wordt dan minder. Maar als je dit ziet voor een achtergrondje. En dan zou ik dus dit, ga ik dan niet met wit doen, maar met zwart. Ja, dat knalt er ook gewoon weer uit. Dus zo krijg je dan, ben je dan heerlijk bezig. En je stencil is al bijna schoon. Kijk, zelfs de keukenrol is nu prachtig. Nou, en wat ik voor de rest dan doe, want ik heb nu al heel veel troep eigenlijk van het stencil afgehaald. Of troep. Het is wel een hele mooie alcoholinkt. Dan gaat hij gewoon in mijn sorbobadje. En dan, dan kan ik het morgen zo even afwrijven. Is weer schoon. Ja, klopt. Ik ben dadelijk dronken van al dat alcoholspritsen. Zeker ik, want ik drink bijna nooit en kan heel weinig hebben. Dus als het hier lolliger wordt, dan weten jullie hoe laat het is. En een terechte vraag, Astrid, gaat dat ook met patroontekenpapier? Ja, absoluut. Ik heb dat niet in huis, want ja, ik maak zelf mijn kleren niet. Ik gebruik gewoon allemaal dingetjes die ik hier heb liggen. En ook waar de boterhammen in verpakt worden, vind ik ook hartstikke leuk. Het kan ook op de theezakjes. Probeer het gewoon op van alles uit. Je zult versteld staan van het resultaat. Zo, maar we gaan verder. Want je kan zoveel leuke dingen doen met die alcoholinkt. Ik pak even schoon keukenrol. Dan hoeven jullie niet naar het geklieder van zojuist te kijken. Want dit is een boekenlegger. Die heb ik ook gemaakt met alcoholinkt.
En dat heb ik gedaan met juppopapier. Dus die heb ik uitgestanst uit juppopapier. En wat ik dan ga doen, ik heb een applicator, die is van Tim Holtz, die ik gebruik. En daar ga ik vilt op plakken. Kijk, zo, vilt. En op die vilt ga ik 3 kleurtjes alcohol inkt duwen. Ik pak nu andere erbij. Toen net heb ik gewerkt met die van Tim Holtz. Nu pak ik die van Pinata erbij. En ik ga ook nog met de favoriet werken. En dat is de Copex. Maar dat is weer de Rolls Royce onder de alcohol inkten. Dus wacht, ik ga ze wel eerst allemaal open draaien. Want dat kan nog wel eens voor mij lastig zijn. Dan krijg ik het weer niet open of zo. Ja, vanmiddag uit 5 schoenen dozen uit papier gehaald. Ja, geweldig toch? Nou, wat ga ik dan doen? Ben ik het goed in beeld aan het doen? Volgens mij wel. Nou, ik ga streepjes zetten op het vilt. Pakken we 3 streepjes. Dan ben ik nog 1 flesje vergeten open te draaien. Dan pak ik ook de soort blender van hun erbij. Dat kan je ook met je andere je inkt doen hoor. En die doe ik er ook op. Huppakee. Nou, zetten we dat maar aan de kant. Want ik zie al zo gebeuren dat ik het allemaal omstoot. Die gaat ook even aan de kant. Ik draai het wel, omdat dat voor mij makkelijker werken is. En ik ga wrijven. En ik draai, til hem weer op. Huppakee. En zo kan je heel snel je eigen streepdesign papier maken. Dat is zo leuk om te doen en zo makkelijk. En je hebt hem eigenlijk al klaar. Ja, Pinata werkt ook heel fijn. Die vind ik ook hele mooie kleuren hebben. Dus dat is echt, ja, eigenlijk als je hiermee begint, kijk gewoon naar welke kleuren dat je mooi vindt. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Zo in één keer alle kleuren kopen die er zijn, dat is gewoon echt niet te doen. Maar gewoon als je je favoriete kleurtjes pakt, dan gaat dat heel erg goed. Nou, ik draai me wel, ja dat is niet zo leuk, maar ik draai me wel altijd de alcoholflesjes altijd even dicht. Want dat is natuurlijk alcohol, het verdampt. Dus dat moeten we niet hebben. Wat ik hierop gedaan heb, je ziet hier een aantal dingen terugkomen wat ik gewoon heel erg leuk vind. En enerzijds is dat de rondjes, de bubbels of hoe we het maar willen noemen. En ik heb er gewerkt met een stencil. En daar heb ik gewoon acrylverf op gedaan, want daar kan je natuurlijk van alles op doen. Dus als ik daar gewoon een stencil op leg en ik pak een beetje witte acrylverf. Ik pak even een kliedermatje, kijken of er nog een beeld zijn. Ja. Huppakee. En we pakken een sponsje, doen we daar wat op. Zitten we het nog een beeld te doen? Volgens mij wel, hè? Ja, ja, ja. Eens even kijken. Dan ga ik dat gewoon wat aanbrengen. Huppakee. Wat het leuke daarvan is, omdat ik niet dat ik gewoon wit pak. Alcohol inkt is ontzettend heftig. Hij heeft heel veel pigment. Dus dat betekent dat die kleur er toch nog iets uitkomt. Dus je hebt er wel iets op zitten, maar komt er toch nog doorheen. Dus het wordt wel echt één geheel. Dus als ik die ervan afpak, dan heb je zo al wat heel leuks erop zitten. Zo. Dit gaat vrij snel, maar ik wil het gewoon voor jullie doen. Even door. Wat ik dan ga doen, want dit, hier heb ik in die rondjes heb ik geen verf aangebracht. Ik ga nu eigenlijk alcohol inkt eraf halen. Dat noemen ze in de wereld dan ook wel liften. Wat doe ik dan? Ik pak me zo'n veeldoekje. Dat kan ook een ander doekje zijn. Wat ik ook wel eens doe is, dit is een babydoekje. Maar dat babydoekje is droog. Dus dat pak ik gewoon dan uit de verpakking en laat ik even drogen. Dan gaat het wel. Op het moment als je dat babydoekje nat gebruikt en ik ga er alcohol op doen, dan mengt zich dat met die lotion. Het gaat wel, maar het duurt gewoon veel langer. Ja, dat moet ik natuurlijk niet hebben. Dus het moet natuurlijk wel een beetje snel gaan. Dus wat ik dan doe, dan doe ik fijn wat alcohol op mijn viltje.
Ik hou me die vast en ik ga met ronddraaiende bewegingen ga ik me die alcohol eraf halen. Zie je? Mijn viltje wordt al hartstikke vies. Dus die alcohol haal ik er vanaf. En dan zie je maar weer, dat is dat stencil. Dat gebruik ik echt voor een heleboel dingen. Ik kan natuurlijk er ook gewoon voor kiezen om een druppel alcohol erop te doen. Maar dan krijg ik dat rondje niet zo mooi zoals ik dat eigenlijk nu wil. Dus ook als ik wat ik nu deed, even te veel alcohol. Ik was te enthousiast, dus even een beetje herstellen. Dat moet ik natuurlijk niet doen. En was ik te enthousiast met veel alcohol op mijn doekje. Echt hard aan het wrijven. Dus ik zie die alcohol gewoon onder het stencil doorgaan. Dus ja, dat was niet de bedoeling. Dus zo wrijf ik gewoon tot ik die alcohol weghaal. Of die alcohol, tot ik de alcohol inkt weghaal. Met de alcohol haal ik de alcohol inkt weg. Niet beginnen te zeveren. En niet denken dat ik nu al zoveel alcohol heb gespritst. Dat ik al een beetje aangeschoten aan het worden ben. Dan kan je beter een echte Aperol Spritz drinken. Dat smaakt tenminste lekker. Zo. Ja, hier ook wel wat. Ik wil dit eigenlijk te snel doen. Wat ik niet moet doen. Dat is niet heel handig. Maar ik denk dat jullie dat wel zien. Hè? Dat je gewoon echt heel rustig. Eigenlijk gewoon rustig moet je dat zoals ik het nu doe. En niet dat harde. Gewoon even lekker wrijven. En ik neem het zo op. En ook als het droogt, dan wordt het ook nog steeds lichter. Die alcohol die blijft natuurlijk zijn werk nog doen. Maar wat zegt er iemand? Ik denk niet dat ze er hier blijven worden als ik mijn lijstje opbouw tot oktober. Ja, je kan gewoon een schrift pakken of zo'n hele grote keukenrol. Dat kan ook hoor. Dat maakt allemaal niet uit. Nou, om het te accentueren pak ik weer een beroemde potlood. Oei, die ziet niet uit. Kijk, dit is nou mijn mixed media potlood. Dat is dus als ik echt zooi aan het maken ben. Daar ken je nog helemaal niet meer in dat het eigenlijk stabiele voor all is. Maar ja, oké. Een beetje zooi maken is heerlijk, toch? Kijk, en zo kan ik weer eigenlijk wat ik al eens een paar keer heb laten zien. Dus gewoon met die stabilo, die schrijf lekker overal op. Dus ook op alcohol inkt doet hij het ook supergoed. En kan ik hem ook nog vervagen. En als het dan allemaal droog is, dat is het nu denk ik nog niet, dan ga ik ook accenten aanbrengen. Nou, het gaat redelijk. Maar ik heb het volgens mij zelf heel erg warm, dus ik geef genoeg warmte nu af dat die alcohol inkt goed droogt. Dus dat komt helemaal goed. Dus zo kan je met zo'n streeptechniek ook hele leuke dingen doen. En dan nog wat stickertjes erop. En dit blijf je natuurlijk ook versieren. Zoals je wil, hè, met bolletjes. Je kan er streepjes op gaan doen. Dat is maar wel net wat je leuk vindt. Dus dat kan je ook lekker zo erop tekenen. En die versier je ook weer tot je helemaal tevreden bent. Hier heb ik zelfs het stencil nog omlijnd. Omdat ik vond dat er best wel wat meer uit mocht springen. Ja, maar dat is smaak natuurlijk. Je kan ervoor kiezen om het lekker decent te houden. Of je laat het lekker knallen. Zo. Ik ben wel zo slim geweest dat ik een horloge heb. Die was ik de vorige keer vergeten. Dus nu kan ik zelf de tijd ook een beetje in de gaten houden. Maar ik vind echt een uur ontzettend snel gaan. Als je dan zo aan het kletsen bent. Ik heb stel ik ook nog een vraag voor jullie. Want namens Studio Light mag ik ook wel wat dingen weggeven. Ondertussen begin ik een beetje op te ruimen. Maar ik denk dat dit principe is denk ik wel heel duidelijk. Hè? Nog wat stickertjes erop. Die komen uit het blokje. Deze van volgens mij de tweede serie van Janine. Van Studio Light. Hè? Wat ze samen heeft uitgebracht. En wat mag ik straks weggeven? Dat is natuurlijk dat mooie stencil. Het mooie mandala stencil.
Plus, dadelijk op de laatste creatie ga ik ook met de bloem werken. De nieuwe bloem van Happy Moments. De nieuwe lijn. En die is ook te winnen. Dus dadelijk mag ik weer wat weggeven. Dus dat doen we zo. Ik doe dit even weg. Want we gaan nou... Want ja, als ik bezig ben en we kliederen... Ik ga nog heel even door met lekker kliederen. Want er is nog één ding wat ik ontzettend leuk vind met alcoholinkt. En ik ga wel maar een paar dingen daarvan voordoen. Want daar is de tijd nu gewoon te kort voor. Maar... De jelly plate. Daar lekker de alcoholinkt op. Ik moet even bukken. Even alles pakken. Nou, ik heb een jelly plate. En ik ga er wel even wit onder leggen. Dat jullie het beter kunnen zien. Ik heb er eentje. En daar heb ik al heel veel met alcoholinkt gewerkt. En ik ga jullie ook het verschil laten zien. Hier heb ik heel veel met alcoholinkt gewerkt van Ranger. Van die van Tim Holtz. En ik heb hier... Heb ik de ronde. Daar heb ik ook heel veel met alcoholinkt op gewerkt. Maar wat ik net al een beetje zei. Dat heb ik met de Rolls Royce onder de alcoholinkten gedaan. Met de Copic Refills. Als ik daarmee werk op een jelly plate, trek ik het er niet in. Is het erg dat het erin trekt? Dat ligt helemaal aan jezelf. Als je er niet tegen kunt dat dit zo uitziet. Dan is het erg. Ik vind dat niet erg, want de functionaliteit van mijn jelly plate verandert absoluut niet. Dus als ik hierna ook weer met de stress inkt erop ga, of ik ga er met acrylverf op, dat maakt niks uit. Het blijft gewoon allemaal goed werken. Alleen, ja, het ziet gewoon in mijn geval dan rood uit. Dat vind ik dan wel leuk, daar zal ik wel weer mee gekleurd hebben. Dus dat is gewoon zo. Dus ik ga nu ook hiermee mee van start. Even kijken of ik alles klaar heb liggen. Want ik moet vrij snel werken. Dus ik moet ook wat papier klaar hebben liggen. De inkten ga ik eventjes openmaken. Ik moet nog een breier pakken. Ik moet even een beetje omschakelen. Van het ene soort naar het andere. En ik heb stencils nodig. Yes. Hoppakee, die leggen we ook klaar. Hoppakee. Wat ga ik dan doen? Ik ga eerst... Oh, ik moet wel nog... Oh, dan leg ik met een jupopapier niet klaar. Ja, heb ik nu ook klaar liggen. Wel even opletten, Kira. Ik ga... Voor de eerst ga ik groen. Hoppakee. Wat inkt aanbrengen. Dat rol ik uit. Rol even buiten beeld, rol ik even mijn breier een beetje schoon, dat ik dat dadelijk niet helemaal vol heb. Ik leg bijvoorbeeld een stencil erop. Hoppakee. Nou pak ik even wat inkt weg. En dat doe ik ook met een blaadje, want let op. Dit is al een hele leuke achtergrond en nu heb ik gewoon iets weggenomen. Dus dat is mijn eerste druk. Nu haal ik... Het stencil er vanaf. En nu hoop ik van harte dat het inderdaad best wel warm is hier. Want dan droogt hij heel snel op. Ik krijg gewoon niet alles mee. Want er komen zoveel reacties. Superleuk. Maar volgens mij zijn mijn collega's al aan het helpen met het beantwoorden van de vragen. Want ik zie ertussenin komen in papier. Ik ga ervan uit dat jullie gevraagd hebben hoe je... Hoe je de jelly plate doet bewaren. Want die bewaar ik inderdaad tussen papier in. Wat heb ik nou gedaan? Ik had dus alcoholinkt als eerste drop gedaan. Stencil erop. Het eerste afdrukje gemaakt. Door gewoon het papier erop te leggen. Ik gebruik nu voor deze afdrukken. Gebruik ik even gewoon weer mixed media papier. Of aquarelpapier. Of wat je hebt liggen. Dan wacht ik heel even dat dit droog is. Maar dat gaat vrij snel. Doe ik een beetje acrylverf erop. Met die acrylverf ga ik namelijk dadelijk activeren. Ik ga nu niet hard duwen. Eigenlijk laat ik mijn breier over mijn jelly plate dansen. Zo.
proberen de tijd in de gaten te houden. Want ik ga, als ik deze afdruk gemaakt heb, ga ik een vraag stellen. Zo. Ja, kijk. Kijk nou hier. Dit zijn toch prachtige achtergronden. Daar kan je weer zoveel mee. Maar wat ik ook kan doen, ik heb hier nog een blaadje juppelpapier. Even mijn breer een beetje uitrollen. Ik pak weer wat alcoholinkt. We gaan weer met de breer het lekker verdelen. Ik pak een stencil, het andere. Even kijken wat ik net gehad heb. Ik pak het stencil. Die wil ik even aanduwen. Maar dan ga ik dat niet met keukenrol of weet ik veel wat doen. Ik pak een reverse stencil, dus een stempel, een reverse stempel. Die zijn speciaal gemaakt voor de jelly plate. Die duw ik daarin. Daar haal ik ook iets inkt mee weg. Huppakee. Kijk maar, je ziet hem nu hierop zitten. Dan haal ik het stencil er vanaf. Nu hoop ik dat ik niet te traag gewerkt heb. Want nu wil ik het rechtstreeks op juppelpapier doen. En als ik te traag heb gewerkt, is het gewoon jammer. Doen we er gewoon acrylverf overheen. En dan pakt hij. Maar hij pakt. Kijk, op juppelpapier een heel ander effect. Maar ja, zelf vind ik dat ook heel erg leuk. Nu zie je hier nog genoeg op zitten. Dat doen we natuurlijk niet weg. Daar doen we weer een beetje acrylverf achter. En het ligt natuurlijk aan de kleuren. Wat je mooi vindt, die pak je. En ook acrylverf voor de achtergrond. Dan kan je natuurlijk ook andere kleuren pakken. Dan pak je natuurlijk wat jij op dat moment mooi vindt. En wat voor een soort creatie dat je wilt maken. Huppakee. En we maken weer een print. Het lijkt zo makkelijk. Ja, het is ook makkelijk. Dit moet je gewoon doen. Wat kan er gebeuren? Je krijgt een paar vieze handen. Nou ja, water en zeep gaat hartstikke goed. En je bent misschien wat papier kwijt. Maar zoveel achtergronden waarvan mensen denken die zijn mislukt, worden de mooiste creaties. Kijk, oh ja, dit vind ik oprecht echt mooi. Dat is echt zo'n crunch. En als je dan ziet wat achterin allemaal in dat stencil gebeurt. Verschillende kleuren. Het wit. Het schrift komt eruit. Misschien dat ik het wat hoger moet houden. Dat allemaal duidelijk te zien is. Dus dat ook alcoholinkt op de jellyplate. Dus dat gaat hartstikke goed. Dat leggen we ook even weg. Want ik heb natuurlijk net een stencil vies gemaakt. Ik leg er even een papiertje. Ik heb er twee eigenlijk vies gemaakt. En ik vergeet de vraag. Ik stop even. Ik ben zo bezig dan in mijn element met heerlijk met die jellyplate en lekker met kliederen werken. Maar dan vergeet ik helemaal dat we ook nog iets weg te geven hebben. Ik had al een kleine hint op mijn Facebookpagina gezet. Als jullie vandaag Facebook hebben gevolgd. Wie heeft vandaag feest gehad? Wie was jarig vandaag? En het was niet in mijn gezin. Dus wie was jarig? En ik kan er nog een hint bij geven. Het is echt al een respectabele leeftijd. 80 plus. Wie is vandaag jarig? En allemaal één keer een poging wagen. Dat is natuurlijk veel leuker dan dat ik dadelijk dezelfde iedere keer met de boem 10 keer een gokje zien komen. Het gaat ook een beetje om de leuk. Zo, eens kijken. Dit ga ik natuurlijk hetzelfde doen, hè? Want ik ga dat natuurlijk niet weggooien. Dus ik spuit het weer even in met alcohol. Ik leg het erop. En ik veeg het uit. Huppakee. Voilà, ja, hier hou ik van. Dit vind ik zo'n mooie achtergronden. En wat doe ik dan met die achtergronden? Dit is dan zo'n achtergrondje. En nu ga ik dat intense potlood pakken. Huppakee, en wat
er nog bij. De paars en de geel. Want dat had ik ook voorbereid. Nou, als ik dan zo'n intens potlood pak. Dat geeft een aquarel. Dit is eigenlijk een watercolor potlood. Dat geeft een aquarel effect. Maar een permanent aquarel effect. Vind ik dat makkelijk? Ja, ik vind dat heerlijk. Waarom? Ik krijg toch die transparante look. Kijk, maar ik kan het heel makkelijk kan ik dat uitvegen. Dus ik krijg zo'n aquarel look. Maar als ik hier dadelijk nog meerdere technieken overheen wil doen. En ik wil er met water over spuiten of noem maar op. Wat ik ook doe. Dan blijft dit zitten. Zou ik dit met gewoon waterverf doen. Hè, dan, welke soort ook. Dan wrijf ik dat eigenlijk wel weg. Of het gaat natuurlijk weer uitbloeden. En dat is allemaal niet erg. Maar dit vind ik natuurlijk heel fijn. Daarnaast. Als je veel mixed media projecten maakt. Dan wil je ook graag accentjes zetten. En met dit potlood kan je ook echt accenten zetten. Nou, dit heb ik ook een beetje voorgewerkt. Want dat ga ik natuurlijk met kleuren doen. En ik had dit even in een vierkantje gedaan. Dus die heb ik al voorgewerkt. Die had ik dus ook fijn zo gedaan. Wat heb ik dan nog? In de Happy Moments lijn zitten ook stencils. En stencils, of stanzen bedoel ik eigenlijk. Stanzen zijn best wel duur. En als je die alleen maar gebruikt, zoals we dadelijk gaan gebruiken, heb ik hem gewoon uit het papier wat ik wil, heb ik hem gestanst. Vind ik dat jammer. Ik gebruik het ook nog graag op andere manieren. Ik heb dit uit jupepapier gestanst. Waarom? Dat is plastic. Dat is dan wat steviger. En dan kan ik er ook gewoon wat meer mee. Plus, ik kan het zelfs afvegen als ik dat zou willen. Maar ik ga dat gebruiken nu als een stencil. Dus vanuit de stans doe ik jupepapier. Doe ik het eruit halen. En dan ga ik het met een stencil doen. En wat kan ik dan doen? Dan kan ik hier gewoon overheen wrijven. Net als met een stencil. En dan krijg ik toch die achtergrond. Dan kan ik dat wat terug laten komen. Ik doe dat niet hard uitwrijven nu, of ik doe niet hard duwen erop, omdat het een achtergrond is en ik wil dat het maar een beetje eruit komt. En dat moet ik het maar vasthouden, doe ik dan her en daar, wil ik dat laten komen. Heb je daar nu moeite mee, dat je denkt, wat mij net gebeurde, dat wiebelt, dan kan je dat natuurlijk ook even vastzetten met je magneettape of zo. Dus dat vind ik dan oprecht leuk, dat ik mijn stanzen eigenlijk voor twee doeleinden gebruik. Ja, dan zei ze ook al, ja, dan kan je jezelf ook een beetje wijs maken dat je er gewoon wat meer kunt aanschaffen. Zo probeer ik het in ieder geval heel vaak goed te praten. Nou, dan ga ik daar. Dit is echt uniek, hè. Ik ga even een kaartje maken. Dat doe ik niet zo heel vaak. Heel vaak maak ik gewoon een projectje en dan plak ik daar, mask ik het af en dat is dan het project en ik maak er geen echte kaart van. Maar ik vind eigenlijk dat ik dat toch wel weer moet gaan doen. Nou, dan plak ik die op. Kijk, dit was een achterkant. Ik heel vaak dan denk ik ook, oh nee, daar ben ik nog niet tevreden over. En dan gebruik ik het papier twee keer en achteraf denk ik, oh nee, nu heb ik eigenlijk toch twee mooie afdrukken. Ja, zelfs schuld. Dan moet je kiezen, krijg je keuzestress, maar dat is niet zo erg. Dan plakken we die erop. Ja, oké. Dan heb ik hier de stans, zoals die oorspronkelijk is bedoeld. Even kijken, dan plakken we die. Ik heb hier trouwens zo'n heel fijn potje met zo'n naald. Opening. En daar heb ik gewoon lijm in gedaan. En dan kan ik daar gewoon heel fijntjes lijm aanbrengen als ik van die kleine tierlatijntjes wil opplakken. Huppakee. Dan plakken we die op. En dan de bloem die dadelijk een van jullie gaat winnen. Die plakken we er ook op. Niet mijn naald weggooien.
Ik duw er altijd een naald in, want ik ben nog wel zo iemand die dan vergeet om dat dopje weer terug erop te friemelen. Dus ik kan er beter een naald in duwen. Dan is hij tenminste altijd open. En dan, dan hoef ik niet weer te gaan prutsen als ik wil gaan plakken. Dus die bloem gaat erop. Die bloem heb ik gekleurd met ook de intense potloden. Wel nog een plakkertje erop. Oh, die zit nog niet vast. Maar ja, normaal hou je dat zelf wat langer vast. Maar dat vind ik eigenlijk weer te zonde van de tijd. Nou, en je kan dit natuurlijk zo uitgebreid doen als je wil. Hè. Je zou nog kunnen spetteren, noem maar op. Maar in ieder geval, om je een idee te geven dat je gewoon ontzettend veel kunt met achtergrondjes. Waar ook alleen maar stukjes van afgedrukt hebben. Maar die bloem. Die bloem. Dit is de bloem. En hier hebben we het potlood. Je kan op een heleboel manieren werken met het potlood. Ik ga jullie gewoon één manier laten zien. Een vrij snelle manier. Die kan ik zelf. Doe ik ook vaker voor de televisie. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. En hoe ga ik dat doen? Dan begin ik met de eerste laag. Ik draai veel aan, maar dat is gewoon dat ik gewoon heel makkelijk dat aan kan brengen. Dan breng ik iets aan met het potlood rechtstreeks in mijn afbeelding. Nou, als ik dat gedaan heb, pak ik water. Ik werk graag met een penseeltje. En dan ga ik onderaan, waar het donker is, daar heb ik dus ook dat potlood gezet. Daar begin ik langzaam. Ik werk zelf met ronddraaiende bewegingen, dat hoeft niet. Maar dat vind ik gewoon zelf fijn. Ga ik dat zo verdelen over mijn blaadje. En je ziet, naar boven toe breng ik minder aan, dus blijft het ook lichter. Dus ik heb mijn eerste aquarel effect heb ik eigenlijk nu al op papier gezet. Maar als het opdroogt, blijft het zoals het is. Dus ik kan niet meer, als dit droog is, kan ik het door water erop te doen, kan ik het weer gaan activeren. Droog is droog. Prettig. Nou, dit heb ik hier gedaan. Zo heb ik de eerste laag helemaal gedaan. Dan ga ik de tweede laag opbrengen. En heel vaak doe ik die tweede laag. Dan pak ik mijn penseel. Ik wil wel een kleiner penseel even, een smaller. Ik had toen net volgens mij een nummer 8. Ik pak nu een nummer 5. Die heb ik ook wat nat. Ik pak mijn potlood in de hand. En ik ga zorgen dat ik gewoon met dat penseel pak ik inkt op het potlood. En nu ga ik ook weer daar waar de schaduw is, dus onderaan, begin ik aan te zetten. Is wat te veel, veeg ik dat gewoon op mijn keukenrolletje af. En breng ik dat naar boven. En dit is de manier hoe ik het doe. Hè? Als je kijkt naar Julia Woning, die heeft pas ook een hele mooie live hier meegedaan. Zij doet dat weer op een hele andere manier. Maar ja, oké, dat is ook een echte kunstenares. Wij doen het op hobbygebied. Dus zij heeft er ook hele leuke tips bij. Want dit is een potlood echt dat kan bijna niet missen als je veel in mixed media doet. Of kaarten wil maken of lekker wil kleuren of noem maar op. Dus je kan er mee kleuren, schaduwen mee maken, aquarel effect. Nou, ga maar door. Dus zo breng ik dan een tweede laag aan. En dan laat ik dat ook drogen. Hier zit overal mijn tweede laag op. Omdat ik nou met groen bezig ben, ga ik schaduw aanbrengen. Of met rood bezig ben, ga ik schaduw aanbrengen met groen. Nu begin ik. Ik heb te veel alcohol gespoten. Het gaat fout. Nee, het gaat goed. Dan ga ik ook weer daar waar ik het donker wil, breng ik wat groen aan. En dat breng ik rustig naar boven. Kijk, en zo krijg ik dan dat diepgang in mijn werk. Even heel snel. Geen lange uitleg, maar zo kan je toch als je ze hebt liggen en je denkt, ja, die zitten onder het stof, haal ze uit de kast en ga er mee aan de slag. Daar krijg je echt geen spijt van en je leert er ook steeds meer manieren mee werken. Dus dat, zo heb ik dat gedaan en dat is dan het eindresultaat. Maar, wie heeft gewonnen? Ik ga terugscrollen. Eventjes kijken. Want het antwoord op mijn vraag was, het was feest in huize Sprakel vandaag.
De man van Dini, Harry, is vandaag 81 geworden. Dus dat is wel op de eerste plaats een dikke proficiat waard. En ik ga nu 2 namen noemen. De eerste, eventjes... Oeh, en nu hangt die vast. Niet doen, niet doen, niet doen. De eerste, die dat gave stencil wint... waar ik mee heb gewerkt, dus de mandala uit de Just Look collectie, is Saskia van Eyck. Proficiat. En dan gaan we de tweede. We scrollen. En de tweede blijft zitten bij... Eventjes kijken. Bij Samantha Willemsen. Die heeft zelfs de voornaam goed. Proficiat. Willen jullie een pb'tje sturen met jullie naam en adresgegevens naar mij, dan zorg ik dat dat bij Studio Light terechtkomt en zij zorgen ervoor dat jullie de prijzen toegestuurd krijgen. Eens even kijken, ja, ik zie zoveel opmerkingen of er nog vragen zijn, want volgens mij heb ik alles gehad. Ja, ja, ja. Dus als er geen vragen meer zijn, dan ga ik zo afsluiten. Ik had wel nog wat andere voorbeelden. Maar ja, een uur is zo om. Ik denk, ja, als ik had nog het projectje. Van stel je voor, het gaat allemaal snel, 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 snel. Want als ik zo live doe, dan ga ik natuurlijk zelf ook printen. Hè. Daar zit ik en ik maak er dan niet 1. Ik maak er ook niet 2. Ik heb dan altijd echt hele stapels die ik in 1 keer doe. Dan heb ik gewoon ik heb een bak. En als ik dan iets wil gaan doen, dan vis ik daar gewoon wat uit. En dan gaan we daarmee aan de slag. En dan zie je ook de variaties met veel alcohol, weinig alcohol, acryldrachter, geen acryldrachter, schoonmaken. En dit was dan nog eentje die ik had klaar liggen om eventueel te doen. Dat is ook met een stencil van Just Lou. Dat stencil kan ik wel heel even nog laten zien, want die vind ik ook erg, erg mooi. Oké. Even tussen de georganiseerde chaos in pakken. Dat is met dit stencil gedaan. En daar heb ik gewoon, ja, andere kleurtjes natuurlijk gebruikt. En dan ook weer bolletjes gemaakt. Wat gestempeld heb ik. En dan een afbeelding gekleurd. En die heb ik opgeplakt. En die afbeelding, die wilde ik ook eruit laten komen. Maar ik wilde die randjes niet met zwart doen. Dus heb ik dat met de blauwe intens gedaan. Dus als je die hebt of je wilt ermee aan de slag. Dus je kan dan ook gewoon je schaduwen gewoon met alle kleuren doen wat je dan wil. Nou, volgende week is Marianne aan de beurt. En Marianne gaat op vele verzoek, gaat zij met de jelly plate aan de slag. Maar dan met de 2 ronden, die gaat die over elkaar techniek doen. Ik heb al een beetje mogen spieken bij haar voorbeelden en geloof me, die zijn... echt, echt prachtig. Dus ik hoop jullie volgende week zelfde tijd te zien in de hobbykamer van Marjan. Fijne avond. Het gaat jullie goed. Tot over een paar weken. Dan zien jullie mij weer. Doei!